Welkom vandaag bij GOM Schoonhouden. Wij gaan vandaag de mooie slagroomtaarten die je achter ziet uitdelen aan de docenten in het kader van de dag van de leerplicht. Want goed onderwijs en een diploma vergroten de kans op een mooie baan. Vanochtend werden de taarten bezorgd om 8 uur op ons kantoor. Toen hebben we met de rayonleiders, de klantmanager, de operationeel manager, de business unit directeur hebben alle taarten verdeeld. De mensen zijn op pad gegaan naar de scholen, naar alle locaties van de opdrachtgevers. Wij zijn zeer erkend en we gaan er welke van genieten. Onderwijs vormt natuurlijk de scholieren tot de perfecte werknemer. En van daaruit nemen wij het stokje weer over. En het is fijn als die basis dan in orde is. Hè? Dus dat ze weten wat op tijd komen is. Dat ze weten hoe ze zich moeten presenteren, hoe ze zich moeten gedragen. We hebben zojuist een taart aangeboden gekregen van de GOM in verband met de dag van de leerplicht. Wij vinden dat binnen Lent is natuurlijk ook heel belangrijk. Wij zijn er dagelijks mee bezig om studenten op te leiden, te vormen. Met plezier naar school te laten gaan. En met als uiteindelijke doel een diploma te laten halen. En daarmee proberen we studenten klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. En GOM staat denk ik binnen de schoonmaakbranche wel bekend als een bedrijf wat de link legt naar het bedrijfsleven. En ja, wij hebben ook opleidingen waar medewerkers vanaf komen die geschikt zijn om in de schoonmaakbranche aan de slag te gaan. Goed opgeleide scholieren, studenten, dat is de toekomst. Dat zijn onze toekomstige collega's. En hoe beter zij zijn opgeleid en hoe beter zij aansluiten op die arbeidsmarkt, hoe sneller wij ze kunnen inzetten. In ons bedrijf en hoe sneller ze van waarde zijn, ook voor onze opdrachtgevers weer. En daarom vinden we het belangrijk om daar de samenwerking met het onderwijs in op te zoeken. Wij gaan vandaag de dag van de leerplicht is. Deze van de als er allemaal hele vrolijke gezichten en leuk en wat, ja, gewoon spontaan, spontane reacties erop. De taart was heerlijk.